kijkers, we zijn ook terug bij een hele nieuwe aflevering van F1 2022 hier op TMS. Wij zijn teruggekeerd hier in Japan. Vorige week hadden we natuurlijk de Grand Prix van Singapore. Ik weet in ieder geval nog niet wat de uitslag ervan is. Misschien is Max nu al wereldkampioen. Hey, leuk. Dan hebben we een feestje gevierd in Nederland. Maar mocht het niet zo zijn, dan betekent dus dat we hier wel een feestje kunnen vieren. Mocht Max Verstappen winnen. Wij gaan in ieder geval onze snelle tijd rijden voor een kwalificatierun. Jullie weten een beetje wat idee van de serie. Wij gaan gewoon kijken wat wij voor tijd kunnen neerzetten. Dus jongens, ik zou zeggen, laten wij naar het circuit toe gaan. Het circuit Suzuka in Japan heeft een track distance van 5,8 kilometer lang. En heeft 1 DRS-zone op het rechterstuk bij start-finish. Ook heeft het 18 bochten. En een hele lastige chicane bij bocht 16 en 17. Ik heb nog nooit zelf de Grand Prix van Japan bekeken. Volgens mij, als ik nu dit zo zeg, ga ik het zo meteen wel bekijken. Het zijn heel veel doordraaiende bochtjes, U-bochtjes. En zo meteen komen we in een soort van snelle S-gedeelte. Waar je zeg maar een beetje met je gas moet spelen van, hey. In principe blijf je in je vijfde versnelling. Maar je zit meer dus even spelen met je gas, half gas, heel gas. Kom je uiteindelijk in dit sectordeeltje en dan moet je daar gewoon lekker vol gas gaan. Hier mag je naar 7 toe gaan. Hier is het weer helemaal terugzakelen naar zijn derde versnelling. Dan kom je hier uiteindelijk bij een bergje aan. Omhoog moet je lekker terug naar zijn 1, want het is 1 moeilijke doordraaier. En dan in principe lekker vol gas doorgaan. Dan heb je alleen maar weer snelle bocht. Dus dat zou kunnen zijn dat de Red Bull daarin snel is. Maar het zou ook kunnen zijn dat de Ferrari daarin sneller is. En gewoon doorgaan. Pas op voor de track limits. Die zitten er overal en nergens. Maar dat moet wel goed komen. Deze bocht vol gas. Gewoon lekker je voet op het gaspedaal. Totdat je bij deze chicane aankomt in zijn tweede versnelling. En doorgassen. En dan hebben wij zo een tijd van een 1:37.767. Ik zou zeggen, laat ik een focusronde maken. Kijken wat voor tijd we er dan uit kunnen slepen. En zoals jullie zien, ga ik hier natuurlijk ook weer een voice overheen plaatsen. Om het wat makkelijker te maken voor mezelf natuurlijk. En voor de rest ook een beetje algemeen. Omdat dit ook wat makkelijker uiteindelijk aan het einde een beetje makkelijk in te spreken is. Vooral wat ik zo merk aan het circuit is dat je heel goed met je gas moet gaan spelen. Vooral in het begin de eerste sector bij de S's. De S-bochten allemaal. En dat is gewoon heel erg spelen met je gas. Hoe hard ga je? Je gaat ongeveer 5e versnelling een beetje spelen met je gas. Deze bocht is gewoon 7. Lekker doorgaan. Lekker snelheid pakken. Dan rustig weer een rustig bochtje aan. Weer wat gas geven. Totdat je weer bij de lastige U-bocht bent. Dan moet je weer je U-bocht maken. Vaak is je eerste of tweede versnelling ligt er net even aan hoe snel je er doorheen wil gaan. En hoeveel tractie je kan nemen. Want dat is ook weer belangrijk op sommige bochten. En vanaf die U-bocht eigenlijk is het allemaal hele snelle bochten. Tot en met uiteindelijk aan het einde de chicane. Bocht 16 en 17. En dan heb je eigenlijk wel een ronde op het circuit gemaakt. Het is echt heel erg spelen met je gas. Heel veel doorschakelen. Heel veel schakelen wat wil je? Wil je nou bij je 5 of... Het ligt er eventjes aan hoe je natuurlijk zelf het fijnste vindt om die baan of om een ronde te maken op track, zeg maar. Een van de laatste bochten, gewoon lekker vol gas. En natuurlijk de chicane. En dan heb je alweer zo weer een rondje gemaakt. En dit was wel een van de betere ronden die ik heb neer kunnen zetten. En met een focusrondje erin zijn we een 1:35.034 gekomen. Heel netjes. Als ik gefocust ben, dan gaat het wel goed komen. En als ik tegelijkertijd moet praten, dan wordt het altijd wat lastiger. Deze baan, of deze bocht iets anders genomen. Ik vind het vreemd dat mensen van de racelijn afwijken trouwens. Dat merkte ik net, dat merkte ik ook bij Singapore. Dat mensen af en toe echt gewoon compleet van de racelijn afwijken. Ik denk van, why?
Als iemand me dat kan uitleggen in de reacties, graag. Want ik snap er geen hol van namelijk. Hier ook, hij gaat nu links van de racelijn, rechts, links, rechts, links. En ik hou hem op de racelijn. Botten mooie. Een 1.34.1.3.9. Dus dat is alweer een iets snellere tijd dan net. Dit stukje heb ik dan weer verneukt. Want ik ging heel goed namelijk. Maar wel een persoonlijk record gehaald. Een 1.34.076. Oké, dan gaan we dan even de laatste ronde in. Ik ben bang dat ik uit mijn pushlaps... de alles al uit heb geknepen wat kon. Want ik zie mezelf echt gewoon 1 seconde nu al achterlopen dus. Ik denk dat ik op dit moment alles eruit heb geperst wat een goede ronde voor mij is. Oh, pas op. Hier loop ik al 2 seconden achter. Dus het is... ik denk eigenlijk dat dit het wel een beetje was. Want ik kan niet echt mijn tijden meer verbeteren. Maar dat betekent wel dat we echt hebben gepusht op deze baan. Want je ziet de Ghost namelijk echt gewoon volledig aan de andere kant van de track op een gegeven moment. Dus ik ben bang dat ik met mijn push lap alles eruit heb geknepen wat eruit geknepen kon worden. Alleen toen de tijd in deze sector heb ik verneukt. Nou, ik heb in ieder geval een halve seconde heb ik weer ingehaald op de rest van de tijd. Nu dat wij een snelle tijd hebben gehaald op Japan. Wij hebben een 1.34.0. Ik vind hem vrij netjes. Wat normaal zou worden gezegd is altijd, jongens, ik draag jullie uit om deze tijd te verbeteren. Jongens, voor deze video leuk, doe dan blijf mee. Wil je meer abonneren, like, misschien voor de volgende keer. In de volgende aflevering van Formule 1 zijn wij ergens, als het goed is... naar Japan, ja, in Japan volgens mij gaan we dan naar Mexico, Brazilië en nog 2 volgens mij. Volgens mij hoor, ik heb wel geen idee. Dus maar jongens, ik zie jullie tot dan, houdoe.